Lieve mensen, de afgelopen tijd heb ik bewust een geheim voor jullie bewaard. En ik kan het nog steeds niet geloven, maar het is echt waar. En in deze video wordt alles duidelijk. Wat de fuck doe jij? Ik ben aan het filmen. Ik weet niet wat eruit komt. Je wordt binnen 1 tot 5 minuten. Jezus, zo lang wachten. Oké, tot dit gaat knipperen. Hoe gaat het knipperen, ja? Zie je er hoe erg ik tril? Ja. Hé, hoor je? Er staat gewoon letterlijk zwanger of niet zwanger. Dat is letterlijk wat er staat. En hij knippert nu bij 1. Jij hebt dat zelf natuurlijk echt boven, ik durf dat niet eens. Nee? Nee, ik ga naar buiten. Oké, ja, ik moet zeggen, ik ga je niet 1 tot 5 minuten wachten, want dan word ik ook gek. Nee, ik heb koffie hier en dan gaan we straks. Oké. Okay. Oh, lekker geslapen. Oh, it's a beautiful day. Denk je dat het zo is? Ja, denk je dat je zwanger bent? Serieus? Oh ja. Nee. Schatje, ja. Gisteravond had ik super opgeblazen gevoel. Maar ja, kan ook door het eten komen natuurlijk. Besef hoe eng het is om nu naar heen te lopen en dan te kijken op het schermpje. Ja, als het zo is, is het wel heel gek, ja. Wel 5 minuten voorbij, denk je? Kijk op het scherm. Er staat 2,5 minuut. Waarom ben jij te lachen de hele tijd? Ja. Oké. Gaan we het nu doen? Ja. Dit is niet voor. Ik durf het niet. Ga kijken, schatje. Ik zei het. Wow! Ik zei het. Oh my god, schatje. Geef me een knuffel. Geef me een knuffel. Oei hoor, ik had het gewoon niet verwacht. Ik zei het. Ja, je voelt het gewoon aan. Dat is toch mooi, schat? Je moet ook blij zijn. Oh, dat is zo gek om te zien. Ik heb maar één seconde gekeken. Ja, 1 seconde. Dat is zo apart. Ik wist het gewoon. Ik voelde het gewoon. Gaan we nog eentje doen voor de zekerheid? Ja, wil je nog eentje doen? We hebben dit. Maar moet je niet eerst dit... ervoor zorgen dat deze eruit komt, voordat we een nieuw kind maken. Maar er staat wel dit, dus eigenlijk hoef je er niet twee te doen. Nee, meer dan 99% nauwkeurig. Ja, dat is bizar. Ja, het voelt zo onwerkelijk, omdat je ziet gewoon letterlijk tekst, maar voor de rest zie je nog niks. Oh. Kijk nou dan. Dat is dus het zieke en dan ben ik dus nu al 3 weken zwanger. Ja? Oh ja. Wow, inderdaad. Wat? Wat is er? Ik heb meteen een hand van mijn buik. Oh ja. Wow, en nu? Wat ja, nu? Dat denk ik ook. Dat is het enige waar ik aan denk. En nu? Wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hoe bedoel je wat gaan we doen? Ja, weet ik niet. Wat moeten we nu doen? Ja, je moet dan nu volgens mij bellen naar de dokter. Ja? Of verloskundige. Serieus? Ja, dan moet je je eerste echo inplannen. Wow! Schatje, je moet even bijkomen. Oké, is goed. I love you the most. Ik krijg alleen nog maar meer liefde voor jou.
toe, daar hoef je niet bang voor te zijn. I love you. Wauw, dit is zo fucking bizar. Dat is echt niet normaal. Ik snap er helemaal niks van. Terwijl het eigenlijk heel logisch is, hè? Want we hebben, en we hebben wel eens een keer seks gehad. Maar bizar. Echt. Maar Marvin is ook helemaal van... Wat gebeurt hier? Wat... Huh? Oké, daar zitten we dan. Ja, letterlijk gegoogeld wat nu. Huisarts bellen. Nou, dat hoeft niet per se. Eigenlijk meteen verloskundige. Maar wij zitten een beetje met het feit dat we het liefst zo lang mogelijk geheim willen houden. Ja. Dus ja, als we meteen de verloskundige bellen en we moeten naar een praktijk te komen. Je moet meteen een schone stem, schat. Hè? Nee, we moeten meteen naar een praktijk te komen. Ja, dan is ons geheim meteen al verpest. Tenminste, ja, als één iemand ons spot, dan is het al klaar. We willen het zo lang mogelijk, zeg maar, niet bekendmaken. Zo lang mogelijk ons houden, zeg maar. Ons geheim. Ons geheim. Iets wat we samen... geheim kunnen houden. Ja. Alleen, nu zijn we een beetje meteen aan het nadenken van hoe kunnen we daarvoor zorgen. Dus ik zei tegen Marvin van, wat nou als we gewoon mijn dokter bellen, mijn huisarts. En dat we daar met z'n tweeën heen gaan. En dat we dan dit vertellen. Dan is de huisarts de eerste die het weet. Ja. Moeten we dat ook meteen vertellen? Wow, dan gaan we voor de eerste keer vertellen aan iemand dat we zwanger zijn. Ja. Pom, 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 pom. Yeah, that's my girl. Look at it. Yeah. En zo die zei net tegen mij, dat hij eigenlijk wel een beetje trots was dat hij goed zat. Ja, dat is dat gek? Ja, maar ook voor mij. Ik bedoel, ik kan ook... Schatje, jij bent een beest. Ja, joh, wij samen. Oeh, we hebben het laten lukken. Ah! Ja! Ah! Wow! Yes! Ah! Boom! Yes, schatje. Dus wat ons plan was, zijn we weer, is dat we gaan de huisarts bellen en dan gaan we het aan hem als eerste vertellen. En dan gaan we hulp vragen van, joh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat gewoon niemand het weet? En aan wie gaan we het als tweede vertellen? Nou, kijk, in mijn ideaal beeld vind ik het wel mooi om familie het wel te laten weten. Maar ik wil gewoon niet dat de buitenwereld het weet. Dus we kunnen wel de familie, die houden het wel geheim. Ik moet in één keer denken aan de open oma. Ja. Oh, dat is wel echt mooi. Oh, die gaat zo blij zijn ook. Ja. Ja, die gaat echt zo blij zijn, zo trots. Gewoon 4 generaties. Dat was echt bizar. Oh, Milan, zo nice. Milan, misschien als eerste. Ja, tuurlijk, mijn broer, maar ik zat gewoon even zo na te denken van hoe gaat hij er weer reageren. En toen moest je over Noma denken. Ja, dat is wel ik denk dat oma helemaal moet huilen. Ja. En ik ook, ben de gedachte al. Wow, dit wordt zo'n bijzonder nieuw moment uit stuk ons uit leven. Ons leven. Maar wij kunnen dat. Tuurlijk. Daar ben ik 100% van overtuigd dat we dat zijn. Tuurlijk. Jouw embryo hartje is waarschijnlijk al aan het kloppen. Nee, zo had je niet. Laat me horen. Nee. Hallo, goedemorgen, met Enzo Knol. Hey, ik wil graag een afspraak maken bij dokter. Gelukkig konden we meteen die middag al langs bij de dokter. Dus tijd om ons even snel klaar te maken. En dan is het nu tijd om naar de dokter te gaan. Ja, verder, wij als huisartsen doen eigenlijk niet zoveel meer. Nee. Vroeger deed je nog de controles allemaal. Maar tegenwoordig gaat het al vrij snel naar de verloskundige. Ja. Ik moet ook zeggen dat we dat op internet ook wel gevonden hadden. Alleen wij zitten een beetje in een
vervelende situaties dat wij het liefst zo snel, zo lang mogelijk geheim willen houden. Want ja, ons hele leven staat op beeld. Ja. En dit is wel iets dat we gewoon... En als we naar een verloskundige gaan en iemand spot ons daar, dan is het meteen al stress, mag je? Ja, dan zou je moeten kijken hoe je dat kan organiseren. Ja, dat vind ik lastig. Maar de verloskundige is wel de eerste lijn. Het ziekenhuis is natuurlijk zelf. Maar er bestaan geen verloskundigen aan huis. Dat zou je eens moeten vragen. Ze komen natuurlijk wel aan huis op een gegeven moment, maar dat is tijdens de bevalling. Maar voor reguliere controles weet ik niet goed. Nee. Tot wanneer denk je dat je het een beetje kan verbloemen, letterlijk? Ja, dan moet je gaat komen. Wat gebeuren. Ik hoop zo lang mogelijk, maar dit gaat meestal als eerste. Ik ben benieuwd. Ja, het toch al 4-5 maanden hoop ik wel, maar Wie weet. Ja, je kan natuurlijk je kleding, winter komt eraan. Dus ja, dat hadden we ook al gedacht, van op zich goede timing. Ik denk dat wij zelf ook in de situatie en het leven wat wij leiden en delen dus met z'n tweeën, denk ik dat het voor onze rust ook heel goed is om zo lang mogelijk niet te vertellen. En je zou voorzichtig de verloskundige moeten benaderen, in hoeverre ze daar open voor staan, de laatste van de dag? Of we gaan dan ook niet met onze auto heen of zo, kom je in één keer met een rode auto aan. Ja. Dat is ook al genoeg. Zo zaten we natuurlijk wel te denken van we kunnen ook gewoon op de fiets of op de scooter. Die zijn minder bekend. Je kan je natuurlijk enigszins anoniem kleden, dat je gewoon totaal even niet herkenbaar. Want jullie zijn natuurlijk vast op een bepaalde manier herkenbaar. Daar zitten we dan, dames en heren. Ondertussen is het dus kerst en we zaten in deze video met onze t-shirtjes aan, buiten, lekker warm, toen we erachter kwamen dat we een baby kregen. Ja! Inmiddels 16 weken later. Ja. 16 weken later, nu we dit opnemen. Echt bizar. Dat is niet normaal. Dat is echt bizar. Niet normaal. Het is heel erg spannend geweest allemaal. En zoals jullie dus zien, we hebben hele mooie beelden gemaakt. Terwijl we ook gewoon elke dag een vlog aan het maken waren. We hebben nog heel veel prachtige mooie beelden en herinneringen die we hebben gemaakt. Die we met jullie gaan delen. Ja. We zullen jullie elke week een zwangerschapsvideo geven. Ja. Als het ware. Komende weken sowieso. Ja, want ook al hebben we het geheim gehouden omdat we dat heel erg graag samen wilden doen. Mm-hmm. Echt ons eigen samen met z'n tweeën een geheimpje. Wilden we het natuurlijk jullie niet ontnemen. Er zijn mensen die al meer dan 10 jaar lang mij volgen. En ook Marvin heel erg lang. En zijn we heel erg blij dat we het nu gedeeld hebben. En kunnen jullie nog mooie beelden laten zien. Ja. Dat gaat echt zo leuk worden. Er komen nog zoveel leuke video's aan. Ja, emotionele momenten en echt zo gaaf allemaal. Echt mooie video's. Zeker weten. De volgende video gaat bijvoorbeeld zijn dat we de eerste echo hebben. Ja, de allereerste echo. Ja. Super spannend. En 8 december om 7 uur in de avond komt hij online. Dus dat is volgende week vrijdag. En vanaf dan elke vrijdag. Ja, en vanaf dan elke vrijdag om 7 uur. Ja. Dus zet het in je agenda. Bedankt voor de mega lieve reacties. Overal, op welk platform dan ook. We worden overspoeld met liefde. Ja. En we zijn heel erg dankbaar en we zijn heel erg gelukkig. Dankjewel allemaal.